Ja. Ja, ja. Is simply best. Oh man, het is gay. Het is gay for your fabric. Hij doet het allemaal op de camera. Goed, Paul. Gaas. Kan niet. Fix dat wel. Waar is Osho? Wacht, ik ook op beeld spelen. Wat is de Brassers? Daar heb ik nog niet van gehoord. De Brassers, dat heeft iets met muziek te maken, denk ik. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is een groepje zeker, een muzikanten, hè? Ik ken er niks van, joh. Ik ben echt te oud. We hebben hier nog op de kerk geschreven gehad. De Brassers, ja, ik ken die toch redelijk goed, ja. Ja, ik vind dat een geweldige groep. Ik vind dat keigoed. Ik zal een cd eens opzetten als je wilt. Ik ga het zien. Van de Rock Rally finale 1980. Controle, de Brassers. Willy had ons ingeschreven. Dan worden uitgenodigd voor een preselectie en dat was bij ons een Herselt of een Herend. Dat weet ik niet meer. En wij doen het toe. S'nachts eerst goed op stap geweest. Dan naar huis, naar Hamond, instrumenten inpakken. Dan een Herselt of Herend. En door ons ding gedaan en enkele weken daarna zat er een brief in de bus bij Willy. U bent geselecteerd voor de finale, proficiat. Wij waren al heel apart hoor. En we zaten ook zo met ons kliksje helemaal alleen en die anderen waren zo average band en ja, zo. En wij staken er zo wel echt. Je voelde ook de sfeer tussen de deze 8 man en die 75 man. Dat was zoiets. Ik kan het niet ondergoed, maar iets was. Komt op de markt. Je komt in de metro. De stad zit een bel. Je wordt gekocht van de weg. Ik had ook een korte bespreking. Dus dat we de meest controversiële groep van de rockrally waren. Op vrijwel iedereen indrukmakend. Woorden die op tafel werden gegooid tijdens deliberatie. Passé, verslavend, bangelijk, interessant. Broodnodig in Vlaanderen. Sinister en uitzichtloos. Waar zitten we? We zitten op internaat. In Mazeik. Weekend in Hamond, op stap in de Kwiet. Pink Floyd, Frank Zappa, David Bowie. Ik krijg een brommerke. Ik verongeluk. En ik heb heel veel chance dat ik nog leef. Ik lig thuis in mijn bed te revalideren met een pin of 16 in mijn been. Een gehavend hoofd. En er komen ineens de Willy binnen, de huis binnen. Erik, die kende ik al, want dat was mijn broer. En die kwamen terug van een trip van Engeland. Met wat langere jassen, wat petjes op.
En de punktrein was vertrokken in Hamond. Degene die het virus het hardste te pakken hadden, die besloot dan ook om zelf met een groep te beginnen. We hadden nog niet onmiddellijk een naam. Maar die is eigenlijk ons een beetje gegeven door een of andere zatlap op café die zoiets had van maar jij zet geen punkers, jij zet gewoon brassers, jij zet knoeiers, jij kunt niks. En daar vonden we een geschikte naam. Het was een epicot. Ja, dat was dood. Daar viel echt niks te beleven. Maar wij kwamen daar wel, dat er niks anders was. Het was een samenkomst van een beetje, niet de voetballertjes of degene die in de Terlenka broekjes. Het was de jeans. In Budel was er een jeansclub, in Hamond was er een jeansclub en in Neerpand was er een jeansclub. En elke zaterdag ging dat van één naar het ander en op en neer. En s'avonds laat waren we overal geweest en hadden ook jeansmakers gezien. En jeansmuziek gehoord. En op een gegeven moment stapte een huis daar binnen, denk ik. En die had platen bij van, ik denk dat het Strengers en de Clash was. Dat wordt opgezet. Maar ik vond dat in het begin ook niet, ja, je zit dan een beetje vastgeroest, weet je wel. En een paar keren beginnen echt te appreciëren. Met die langharige, die vonden dat helemaal niet leuk. Dus op een gegeven moment is daar om dat café, dus om de kwit, is daar om gevochten. Dus er was eigenlijk een putsch van onder. Alleen een putsch, dat was eigenlijk geen putsch, want het waren zun die ons niet konden uitstaan. Anderen zijn gewoon blijven komen, wat ik ook heel fijn vond. Want we wouden niet echt iemand wegjagen, maar we wouden wel eens onze muziek is. Meer dan één avond op drie. En zodoende zijn dat drie avonden geworden. En ja, is er wat strubbeling geweest? Ja, er is wat strubbeling geweest. Er is daar gevochten geweest en wij hebben dat gevecht gewonnen. Want ik zie nog altijd dat ik er een zo vast had. En ik dacht van, allee, waarom is dat nou? En heb ik hier losgelaten. In ieder geval, vanaf toen was het café van ons. Dat was keigoed. Enkel punkmuziek, punkkleren, walskettingen. Ja, het was gewoon te gek. Dat was nog voor de Brassers. Dat heb ik, ziet, eind 77. Dat hebben we gemaakt samen met een aantal andere punks in Brussel. Dat was echt de graf die steel, Rudy Latoir. Die is later ook grafisch vormgever geworden. Kon al heel mooie zaken uitschrijven. Kon heel mooi illustreren, mooie tekeningen maken. Dit is mijn geschrift, recensie van optreden. En ze maakten wij zelf, deden we alles zelf, aangezien de gevestigde pers het allemaal niet opnam in die periode, deden we het allemaal zelf. Hè. Zowel onze ideeën, onze besprekingen van optredens. We waren op zoek van door een synthesizerspeler en de band die had eigenlijk het juiste imago. Ik heb dan mijn kamer, mijn school en alles opgezegd
en ik ben bij de Brassers beginnen spelen. Maar ik moest daar synthesizer spelen en ik speelde eigenlijk elektrische gitaar, dus ik had dat nog nooit gezien. Ik ben mij daarop beginnen toeleggen natuurlijk, op die synthesizer, de Korg, de MS-20. Ik vond dat een prachtig cadeau natuurlijk dat ik kreeg, maar ik kende er niks van. Dus ik ben dag en nacht beginnen synthesizer spelen. En dan ging ik te voet van het repetitielokaal naar huis. Onderweg hoorde ik niet anders als synthesizerklanken van alle kanten komen. Ik kroop dan in mijn bed en dat was de ganse nacht dromen over synthesizerklanken en grote concertzalen. Niet anders als van die klanken en echt super, super. Shit roken, hè? En op een gegeven moment heeft iemand dus een pakje bij met poeier in en dan zei hij nieuwsgierig, wat is dat? Oh, dat zullen we straks wel zien. En dan ligt hij in een lijn en ja, wat moet je dan mee doen? Ja, je moet opsnuiven. Ja, opsnuiven dan, hè. En dan, ja, de eerste keren als je dat pakt, Piet, dan dat is kletsen, 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 kletsen. Tot bij wijze van spreken dat je neervalt. Hè. In het weekend gingen wij meestal uit in de Stadswagen in Antwerpen. Dus dat was een heel bloeiende punkscène eigenlijk. Met cafés zoals The Match en The Clowns. Dat was the place to be, dat was de punkscène. De punkscène op en top in die tijd. Marleen draaide daar als DJ, vrouwelijke DJ. Prachtige meid, goede muziek. Marleen, die eigenlijk een beetje een sleutelfiguur was in de Antwerpse scène, die concerten organiseerde, die DJ was, die ook een punkfanzine uitgaf. En die ook zelf in een groep speelde trouwens, in The Barbies. Het was winter, het was tussen kerstmis en nieuwjaar. En ik woonde boven Cinderella, had ik een appartementje. En daar links in de hoek was een caféke, De Match, en zegt kom, we gaan daar even iets drinken. Er zat geen kat. Stafke, de eigenaar, een klein manneke, stond achter een toog. Ja, er komt niet veel volk, zou wel een DJ moeten hebben. En ik zeg zo, oh, ik wil dat wel doen. En ik ben toen de dag erop, of op diezelfde avond nog, mijn plaatjes gaan halen. Ik ben daar beginnen platen draaien. Yes, goed. Amai zeg. Dat ging dan een hele nacht door en dan ja, op den duur was dat zo dat ja, eigenlijk een soort van afterparty in Hammond georganiseerd werd in de Kwid. Dus al die punkers uit diverse streken die zakten dan af naar de Kwid. Hammond werd overspoeld, of overspoeld is een groot woord, maar als hier 10 punks rondliepen uit een vreemde, en dan bedoel ik Antwerpen of zo, dan voelden ze zich in Hammond al overspoeld. En zo is het conflict ook gegroeid met de goegemeente hier. Ik kent de hoogmis, hè. Dat was dan om 11 uur 's morgens. Als die dan gedaan was tegen de middag, kwamen al die brave Hammondenaren uit de hoogmis. Ja, die waren dan enorm gechoqueerd natuurlijk door die punkers die ze zagen, die dan nog van overal kwamen. Dus ja, daar waren ze wel enorm ja, eigenlijk bang van. En op dingen, weet je dat. Allee, ja, die Brusselse zo'n parade in Brussel. De Zinnekes parade. Zo tegenkomen? Dat heb ik niet, maar toen waren we ver weg. Toen is ik weer teruggekomen. We zijn terug hier. Dat is goed. Samen met een kameraad, Hans Versluis, die nu in Nieuw-Zeeland woont, hadden we het idee van, we gaan een festivalletje doen en we noemen dat België-Holland. En we vragen 3 groepjes uit Holland en 3 groepjes uit België. En dat was plezant. We hadden, dus Hans Versluis die had wat connecties in Wilrijk, in de jeugdclub Jevano. En die ruimte mochten we dan gebruiken. Oké, PA'tje gehuurd, groepjes kwamen allemaal, affiches gemaakt. Begon in de namiddag. Veel volk, heel plezant, geen probleem.
En in één keer springt me, ik weet niet wat, mijn kop was geschoten, maar... Ik zeg, oh, en we pakken die combi, en dan komen er al nog anderen bij. Boom, 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 heel die combi om eruit. En dan was dat toch een bagage gekomen, heel die zool tegen de flikken. Daarachter hebben we vernomen in de gazet dat de verschillende flikken gekwetst waren. Tijdens ons optreden vielen die flikken in gevecht toen nu de zaal binnen. Dan zag je een golf van flikken de zaal binnentrekken. Het publiek dat trekt terug. En op een gegeven moment valt dat publiek terug aan. Dus reculeerde die flikken terug naar. Dat was zo'n golf zo, hè? Precies een golfslag zo. Wij zaten dan op dat podium zo te kijken. Hè? Er was enorm veel schade natuurlijk, materiële schade. Dus Marleen had haar broek daar flink aan gescheurd. En dan moest er een benefiet worden opgezet natuurlijk, om wat centen in te zamelen. Op een bepaald moment hadden we wat centen bij elkaar verzameld en hadden we de ambitie om een single op te nemen. En we hebben dat gedaan in Tongeren. We hadden twee nummers eigenlijk en toen was er niets meer en twijfels. Ja, dat is allemaal vrij snel op de band gezet, zo live mogelijk ingespeeld en heel lage kosten ook. Ik denk dat alles samen ongeveer 30.000 frank gekost heeft. We hadden dus geen platenfirma of zo. We hebben dat allemaal in eigen beheer uitgebracht, Brass Records. En we hadden eigenlijk nog een beetje ruimte over. En dan hebben we ter plekke nog een nieuw nummer gemaakt eigenlijk. En dat is dan Ik Wil Eruit Geworden. Dat was onze 45 toerenplaat die we uitgebracht hebben bij Kremlin Records. Dat is nog sneller opgenomen eigenlijk dan en toen was er niets meer. Dus op een namiddag vier nummers live op de band gezet. Er zat ook een inlayhoesje bij met de dorpsgek van Schoon Vergeten aan de teksten. Technisch Instituut Maria Middelares, hè, aan de ouders van mensen die in de buurt van de Brassers rondhingen. Ja, met een tijd is dat niet meer te lezen eigenlijk. De inkt is vergaan. Maar er staat nog altijd dat door de omgang met deze groep geeft, hè, uw dochter was dat dan, een slecht voorbeeld aan haar medeleerlingen en de hele schoolgemeenschap. We durven daarom rekenen op uw volledige medewerking, dus van de ouders, om, de dochter, tot een andere houding te brengen opdat wij niet verplicht zijn zware sancties te moeten toepassen. Met de meeste hoogachting de directeur en de leerkrachten. Hè. Ze stonden er allemaal achter. Wat is dat hier? Dat is hier een CVP-bolwerk. Dus je hebt hier allemaal van die ouderwetse mensen met ouderwetse kinderen, met ouderwetse gedachtegoed. Dus je hebt al een hele hoop tegenstand nog voordat je begint. Ja. De Rijkswacht die werkte voor de burgemeester. De burgemeester was CVP. En ja, de CVP leefde zeker toen bij gratie van de kerk. Dus de kerk vond het wel mooi samen. Het was geen brief van de school, maar dat is de brief van de bestuursploeg van de KWB Hamond. Dat is de katholieke werknemersbeweging, denk ik. Dat bepaalde individuen de laf moed hebben gehad om een openbaar gebouw, namelijk de Sint-Laurentiuskerk, op een bijna onuitwisbare manier te bekladden.
Golligen Toon! Vergeet het nooit. Ze roepen dan iedereen op, de jeugd, de volwassenen, de gemeentelijke instanties, de plaatselijke politie, de Rijkswacht, om hun verantwoordelijkheid ten volle op te nemen en in echte daden om te zetten, zodat deze ongure toestand zeer vlug veranderd kan zijn in een meer vreedzame samenleving in onze Hamonse gemeenschap. Amen. Dat heeft wel toch wel meer impact gehad dan ik zelf dacht eigenlijk. Dat was hier ene shock. Dat was een aardbeving, dat was een tsunami in Hamond. Mooi was dat. Ik vond dat wel mooi. En ik heb dat dan ook op mijn huis gespoten. In een tijd, ik heb er nog wel foto's van. Ik dacht, als dat op de kerk staat, kan dat ook wel op mijn huis. Ik ben van de Brassels, dus ze mogen ook wel weten dat ik hier woon. Maar dat vonden ze allemaal maar niks, jongen. Die conservatieven. Men heeft zich ook heel lang afgevraagd wie dat nu gedaan had. Maar, ik heb er eigenlijk nooit een geheim van gemaakt, maar zelfs dat wou men niet geloven. Ja, we hebben dus te maken gekregen met huiszoekingen en zo. En waarbij dat er een keer hashis zijn gevonden, alleen wiet. En een andere keer amfetamines. Ja, waarbij we dan opgeroepen worden voor de rechtbank van eerste aanleg. Hè. Ja, en sommigen zijn dan ook in de gevangenis beland. Ja, door het aantal optredens dat we toen hadden en zo, moesten we natuurlijk een voorraadje inslaan. Zodat we niet elke week op zoek moesten naar een gram speed of 10 gram of wat dan ook. Dus wij hadden hier een pakje of 11 liggen van 1 gram. En we hebben hier een inval gehad van de politie, gewoon de Rijkswacht van Hamond. En die kwamen voor een diefstal op de tennis. Er was de nacht ervoor ingebroken en sigaretten gepikt en een drank waarschijnlijk. En onze Mark, mijn broer, die was daar gesignaleerd die een avond. En ik zeg, daar heb ik niks mee te maken. Ja, mogen we eens rondkijken? Ik zeg, kijk maar rond. Hè. Margot, de toenmalige vriendin van mijn broer, die stormt naar boven voor die speed te gaan verstoppen. Ik storm die achterna en die staat daar in paniek. Mijn plateauken, mijn potje en een stuk of 10, 20 pak zakjes van de gram. Maar die pak zakjes, die had ik niet gezien. Dat potje wel, dat potje dat pak ik. En dan komen ze af met die 11 pakjes. Gearresteerd en toen naar de gevangenis van Hasselt, waar we 3 weken hebben geresideerd. En ondertussen hadden ze dan 2 zondebokken voor het heel drugsgebruik in Hamond-Achel. En dat was Erik Boukes en Mark Boukes. Brief die ik toen, of een stuk uit de brief die ik toen aan Humo heb gestuurd toen Mark en Erik in de gevangenis zaten. Ik citeer een stukje uit de brief. Het enige wat we verkeerd doen is dat we er zijn, dat we de anderen confronteren met onszelf, met onze manier van leven, dat we ons niet wegstoppen. Het is die confrontatie met onze werkelijkheid die blijkbaar gevaarlijk is en die men ons kwalijk neemt. We pleiten niet voor een bepaalde levenswijze, nog voor drugs of wat dan ook. We dringen niets op, maar stellen wel vast dat vele minderheden iets opgedrongen wordt. Wie dat niet aanvaardt, moet men afschrikken, straffen of verwijderen. Dan kwam dus moeder op bezoek en dan... Dan worden binnengeleid in zo'n kotje met een glazen raam en dan zo communiceerden dan. Wij twee aan de ene kant en onze moeder aan de andere kant. En onze moeder blijten. En onze Mark en ik zo naar elkaar kijken. Van, zie. Maar ja, achteraf natuurlijk begrijpelijk. Want
Welke moeder ziet graag haar twee zonen zo in een gevangenis plunjen? Toen we gelost werden, ja, dan stikte dat straat over. En op de muur stond daar gespoten. En toen was er niets meer. Dat doet wel wat. Toen we dus buiten kwamen, na 3,5 weken, gaf elkaar een hand. We zien een fietster, we zien een meidje, we zien een boom, we zien gras. En dat was precies of je terug in een trip zat. In de gevangenis leert je daar de juiste mensen kennen en zijn ze daar in contact gekomen met mensen die nog veel dieper verstrengeld zaten in het drugsmilieu en zijn ze en wij ook in contact gekomen met heroïne enzovoort. Zijn we ook de drugs op een hardere manier beginnen te gebruiken. De hele nest escaleerde naar een, ja, naar een verschil in een snuiver en een spuiter. En vanaf de spuit is het al een... Dan is het al... De weg naar... Waar? My image is cracked! There's a rapist stored in a stored in a cold in a coin. Shall I be troubled? Cause the dust, the target was mine. Op de Nederlandse televisie. Hè? Want met al die perikelen die we dan meemaakten in Hamond, dat vonden die Hollanders natuurlijk heel plezant. Hè? Dat die achterlijke Belgen gebeten waren op de brassers. Dat vonden ze zo interessant dat ze een cameraploeg gestuurd hebben van de VPRO. Hetgeen ik nu zeg, is niet een persoonlijk standpunt, maar vertolkt dus ergens de mening van een grote groep mensen in Hamond, ook van de jeugd, dus in verband met gans die problematiek. Punks als de zalige, daar wij niks tegen. Iedereen kiest zijn levensstijl. Dus als iemand van mijn kinderen zich daartoe zou wenden, zou ik daar wel mijn eigen voor kapot vechten, om dat te verhinderen. Dat zeg ik u wel, omdat ik daar niet mee akkoord ga. Ja, zie, in de tuinstroom. Die ogen, die trokken we altijd, en die ogen Grieks, zou ik hier zo, om de kwaliteit van de smaak te controleren. Smaak, heroïne heeft als eigenschap dat je pupillen er heel erg van verkleinen. En hoe kleiner je pupillen werden, hoe beter de kwaliteit van de smaak was. Dus we controleerden altijd van waar kunnen we best onze heroïne kopen. Onze wereld was, wacht, hè, moet ik dat zeggen, onze wereld was toen niet de brassers of zo. Nee, onze wereld was toen smaak. Dus als Willy afhakt, dan blijft mijn nummer 1 nog altijd smaak scoren. En dan, als ik dat heb, zal ik dan wel over daar nadenken. Dus uiteindelijk was voor ons het belangrijkste op dat moment
niet de groep, niet de brassers, niet de muziek, maar... Nou, Maastricht. Dat ging te ver en dan eigenlijk om ermee te stoppen, zonder dat er grote discussies over geweest zijn. Dus eigenlijk meer langzaam doodgebloed, omwille van de drugs. Misschien ook wel goed dat het op dat moment gedaan was. Omdat, ik weet niet hoeveel verder dat je dan nog kon gaan in zo'n gedrogeerd rock'n'roll bestaan eigenlijk. Twijfelend zoekend naar een nieuwe hoop, wanhopig kijkend naar een mogelijk doel. Twijfels. Ik ben toen onder invloed van al hetgeen dat ik pakte en dan ben ik toen een keer op straat, net toen ik een fles tegen drank was gaan pikken in de winkel, op mijn achterhoofd gevallen en niet meer recht gekomen. De ambulance is gekomen. Ik ben ingeladen en meegenomen met loeiende sirene naar het ziekenhuis. Waar ik in psychiatrie beland ben en op het nippertje aan de dood ontsnapt, laten we zeggen. En vanaf dan ben ik mijn weg in hulpverlening gaan afleggen, in therapeutische gemeenschappen en zo. Ik ben gestopt met de drugs. 12 jaar geleden denk ik, maar dat was alleen omdat ik moest. Dat ik last had om de lever begon te krijgen. Achteraf bleek dan dat ik hepatitis C had. En dat was wel even een shock. Ik zie er altijd wel de humor en de kracht van hetgeen dat ik gedaan heb nog altijd wel van in. En ik heb dat ook wel eigenlijk een beetje, wat je kunt zien als niet zo goed negatief, omgebogen tot iets positiefs. Ik heb er dan een aantal theatermonologen uit gedistilleerd die ik een 8-tal jaar geleden geschreven heb en die nu nog altijd loopt. Onze lichamen die waren wit, onze armen die waren wit en onze ogen die waren wit. Met in het midden een zwarte pupil, klein als een speldenkop. En ons genot werd een constante. Vanaf dat we voelden dat het afnam, prepareerde ik een nieuwe shot en stegen wij terug op. Dit was ons geluk. Meer hadden wij niet nodig. Dit was hart van de hut. Ik heb eens op een keer in 82 20 gram speed gekocht. En die heb ik toen samen met mijn vriendin op 3 weken doorgejast. En toen waren wij, ik denk, 2 geraamtes naast elkaar. En dankzij mijn vriendin, die met toen een week of 4 aan een stuk gepraat, ook omdat ze al 3 weken speed in haar lijf had, denk ik. En ik heb 4 weken geluisterd. En in die 4 weken hebben we niks gepakt. En toen hebben we besloten om het zo te houden en om kinderen te beginnen. Swagger on so I can feel your violence.
heb hier ook nog een flyer en dat is eigenlijk ook wel heel plezant, omdat dat van het allerlaatste optreden is van de Brassers in hun originele bezetting, in de oorspronkelijke bezetting zal ik zeggen. En bizar is eigenlijk ook dat dat optreden plaatsvond ook in Bilzen. Het eerste optreden in Bilzen en het laatste optreden in Bilzen op 10 oktober 1982. En de cirkel was blijkbaar rond. De afspraak was van, willen we op tegen kanker doen voor nog eens een keer? Ik zeg, ja, oké, dat gaan we doen. Ben die is 1 of 2 keer komen repeteren. En toen hebben ze die op straat opgerapt en die is verdwenen in een instelling weer af te kicken. Dus hebben we het met z'n vieren gedaan, een half jaar gerepeteerd. Dan dat optreden gedaan in Hamond. En voor mij was het toen gedaan. In eerste instantie had ik zoiets van, ik kan Erik Pauwkes zijn drumwerk nooit evenaren. Hij heeft zo'n speciale drumstijl. En ik heb gewoon repetitie meegeprobeerd van dingen die ik kende. En dat lukte vrij goed. En toen hebben we dan ons eerste optreden gedaan, Eurorock. Dat is ondertussen 15 jaar geleden, we zijn muziek blijven maken met de Brassers. Houd dan maar terug uit de kast, als een lijk gevallen. De kern van muziek is eigenlijk samen dezelfde noot spelen en dan kicken op samen op hetzelfde moment naar een andere noot overgaan. En dat waren onze eerste repetities. Gewoon één noot spelen, aanhouden, naar elkaar kijken en nu gaan we over naar een andere noot. En dat was onze eerste kick en eigenlijk is dat nog altijd, dat is de essentie van muziek. Ja, we zijn nog met 3, de zanger, de bassist en de gitarist. Die zijn nog uit de originele bezetting. En dus we hebben een nieuwe drummer die vroeger bij Struggler speelde. En we hebben ook een nieuwe keyboardsman die eigenlijk de tweede generatie Brassers vertegenwoordigt. Dus op het moment dat wij onze eerste optredens deden, zat hij nog in de buik van zijn moeder. Die ook naar onze optredens kwam kijken. En nu zitten we zelfs al aan de derde generatie Brassers. Want mijn zoon die speelde af en toe ook mee. Ik heb 3 grote idolen, waaronder Joe Strummer van The Clash. Het staat hier nog bij. Dankzij hem ben ik eigenlijk beginnen naar punk luisteren. Het tweede waar ik echt naar opkijk is Ian Curtis van Joy Division. Zijn depressieve leven eigenlijk heeft mij doen zien hoe goed ik het eigenlijk heb. Mijn enige levende idool, dat is John Lydon van de Sex Pistols. Ik heb hem onlangs gezien, maar ik was redelijk teleurgesteld. Omdat hij was niet meer zoals ik had verwacht. Come on, try it!
the single knob. Yeah, yeah. You what's fucking expensive. Bastard. Yeah. So you don't even have one of those, do you? German record collector. Thanks. Great. Thanks so much. Oh, please. You like it? Yeah, I love it. I know the Brassers since 12 years. I'm collecting Belgium records and yeah, one of my favorites. Yeah, it's one is a good one. Yeah. Okay, good for coming. Yeah. Okay, good. Yeah, it was a pleasure for me. Thanks. Da ich selber Plattensammler bin, gehe ich oft auf Flohmärkte. Und habe dann irgendwann Ende der 90er Jahre eine De Brassas-Single auf dem Flohmarkt gefunden und war völlig begeistert davon, von der Musik und von der Art und Weise, wie es gespielt wurde. Und habe mir dann mehr Platten gekauft von De Brassas. Mir hat die Musik sehr, sehr gut gefallen. Ich fing dann irgendwann an, Kassetten zu sammeln und entdeckte Musik, die ich bis dato noch gar nicht kannte. Und kam dann irgendwann vor circa 8-9 Jahren auf die Idee, ein eigenes Schallplattenlabel zu gründen in Berlin. Das heißt Mauerstadt Musik. Und demnächst kommt eine Compilation auf meinem Label heraus, wo auch De Brassas drauf sind. Und ja, so nahm das seinen Lauf. Where are the Brassas? Willi? Hallo? Hallo Willi, wo seid ihr? Okay, okay. Bis gleich, ja? Hi. Always good to see you, my friend. Ça va? Good. Yeah, I feel better now. I slept a lot, full of energy. Dieser Spirit hat mich einfach bis heute nicht losgelassen und ich glaube, das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten. Diese Zeit, irgendwie die Musik. Ja. Die Leute konnten keine Musik spielen, haben es aber trotzdem gemacht, irgendwie aus dem Bauch heraus, einfach vom Gefühl her. Das war echt. Ja, das waren einfache Leute wie du und ich und die haben Musik gemacht. Das beeindruckt mich auch heute noch so. Ja. Also die Einfachheit, aber die große Energie, die dahinter war. Und auch immer noch ist, wie heute noch bei De Brassas. Großartig. Das fasziniert mich auch immer. Ich glaube, dass das Punk immer noch lebt. Ich glaube, dass Punk nie wirklich tot war. Ja, Punk ist nicht untergegangen. Also ich glaube, dass man sich mit Punk auch in der heutigen Zeit noch sehr, sehr gut identifizieren kann. Vielleicht gerade heute. Ja. Auch junge Leute suchen Musik, mit der sie sich identifizieren können. Und das finden sie dann vielleicht auch in Bands wie De Brassas. Das habe ich auch auf dem gestrigen Konzert gemerkt. Da waren so viele junge Leute, die so begeistert waren von der Musik. Ich glaube, Punk ist zeitlos. Het voorstel was om een soort quasi unplugged set te doen van een aantal nummers. En ik denk dat het in het begin toch met de nodige scepticis werd onthouden binnen de groep. En we zijn een aantal repetities dan ook die nummers gaan spelen. Dus dat was dan in een bezetting van ik op keyboards, Mark op zang en Willy op gitaar. En op een gegeven moment op die repetitie heeft Mark Paukes, de zanger, een beetje stiekem naar mij gezegd van hey, yo, speel eens een keer, niets meer. Op piano. Hè? En dan ben ik eigenlijk beginnen spelen, gewoon de noten van niets meer op piano met wat akkoordjes en ruimte gelaten voor de zang. En hij heeft dan
de zang daarvan op zich genomen de rest stond er zo'n beetje bij te kijken en als het nummer dan gedaan was, zei iedereen van ja, dat moeten we doen. Dat was geweldig. De macht van het gezag. Het gezag van de macht. Die waren weer sterker dan wat voelde en dacht. En toen was er niet meer. Nee, toen was er niet meer. Toen was er niet meer. Toen was er niets meer. Een dikke kop, hè? Oh, junkie. Dat is hier normaal. Hè? Dat is een effenaar. Toen was ik 15, maar toch lang. Dat is Mallorca. Onze Mark. One day home. Hey, bye bye. See you next time. We did all right. I got you up. You're simply the best. Just one day. One day. One day. One day of hope. Yes, me. One day of hope. Dat is nou de kloon. Dat is nou de kloon.